Zo, na een lange nacht. Kleindochter was er, die lag op mijn plek. De hond was er, die lag middenin. Dus toen ben ik met mijn lampie van mijn telefoon ben ik naar binnen gekomen. 00:30. Nou, toen zag ik gelijk dat het kansloos was. Echt kansloos. Kussen gepakt, filmpje opgezet beneden. Nou, toen voelde ik me zo eenzaam, toen ben ik me bij het voetend gaan leggen. Ja, ben gestopt met werken, alles voor elkaar. Leg je kleindochter op je kussen en de hond leg middenin. Nou, dus dat is een mooi begin voor de tweede dag. Hoe kunnen we deze dag dan noemen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Laten we maar gewoon woensdag noemen, hè. We hebben hier even een stelletje criminelen staan allemaal. Dit is mijn grote gabber, zijn zoon, Daan Holen. Die zit nou bij Trek, mijn zoon bij Tudor. Ja, dan heb je wel een paar raakvlakken. Ja, zeker. Wij zijn vroeger begonnen bij de Nieuwelingen samen. Ik deed eigenlijk ploegleideren en hij deed alleen maar de buitenlandse talen spreken. Lekker Frans, Belgisch, en nog een keer Frans en nog een keer Spaans. En dat ging hem lekker af. Goede hotels. Hij zorgde overal voor je. Ja. Dus dat was allemaal top geregeld. Top geregeld. En als we nou kijken dat alle twee die badgasten dan lekker bij Trek en bij Tudor zitten. Dan hebben we het goed gedaan. Hebben we het goed gedaan. Ja, ja. En een mooie tijd. Ja, Hekje, luister nou. Okay. Luister, waar sta jij bekend om? Nou, dit is een kijkersvraag. Wie hem goed hebt, mag even een dagje met Ed mee. Ik sta bekend om mijn. Nee, niks. Dat mag niet, anders wordt het gecensureerd. Dit is nog even een mooi verhaaltje. Ik deed natuurlijk met Daniel, deden we die ploeg. Die juniorenploeg. Maar we konden nooit in die wedstrijden komen. Ronde van Vlaanderen, omloop van het volk. Was zo gelukt. Nee. Wel gelukt. Luister, alles lukte bij ons. Maar wat deden we nou? Dan gingen we e-mailen naar de organisatie. En ik denk, ja, we moeten toch een naam hebben. We hadden natuurlijk de auto al overgespoten met de Roompot in de tijd. Maar ik denk, ja. Als we nou gewoon afzender Erik Breuking erbij zetten, dan hebben we de bingo. En wat denk jij, alle uitnodigingen kwamen er binnen, weet je nog? Alles geregeld. Maar het mooiste was, die Breuking die komt bij mijn broer en zegt, joh, hebben we nou een opleidingsploeg bij Robot? Hij zegt, ik word overal aangesproken. Nou, toen zei ik echt in mijn broer. Onwijs. We krijgen nou nog zelfs de uitnodigingen voor sommige koersen. Nou, dat was echt top. Wereldtijd was het, een wereldtijd. Mooi. Mooi. En alle twee die gasten nou prof. Nou, alle prof. Heerlijk. Zo, terug even in de kleedkamer. Even van de drukte weg. We doen altijd meestal een uur van tevoren. Dan gaan we naar de kleedkamer. Het is nu bijna 9:00. We rijden om 10:00. De jury heeft de startposities voor ons geloot. Ik zal eventjes laten zien hoe dat gaat. Dus we hebben hier gewoon twee series hebben ze gemaakt. En dan zie je op wat voor positie de gangmaker gaat vertrekken. En dan als wij de baan ingaan, dan nemen wij gewoon de posities aan. We krijgen de truien met de nummers. En dan nemen we de positie in. En dan is het aan de renners die dan... Als eerste komen ze beneden dat ze gecontroleerd worden op hun verzet. Ze hebben een gelimiteerd verzet. Ik dacht dat het... Wat voor verzet rijden ze, jongens? 54-15? Of? Oh, 54-14 volgens Erik. Ik wist dat niet zo goed. En dan als ze gecontroleerd zijn op het verzet en dat is goedgekeurd, rijden ze gelijk door. En dan moeten ze één voor één een loodje trekken. 1 tot en met 7 welke gang maken ze loten. Dus dat is gewoon het eerlijkste wat er is. Ja, dan weten jullie ook hoe dat gaat met die lotingen allemaal. Ja, en dan is het, als ze dan met 60, 65 vertrekken. En dan je hebt toevallig positie nummer 7. Dan is het al een hele klus om al naar voren te komen. Oké, veel succes en we gaan ons verkleden. Hop. Zo jongens, we zijn er klaar voor. Even een rondgangetje, even naar begrabbetjes. Niet, hij wil weer ineens op de camera. Omdat hij met die drukkerij op tv is geweest. Wat is dit nou weer? Schroefie, oude pikkenbaas. Kijk eens, een oude sprinter is het geweest. Kan je wel zien, hè? Weet niet, dit is niet van de Brinta. Hey jongens, zijn we er klaar mee? Pronkie, kom op. Cristiano Mafiazo Italiano. Hey, daar komt hij zitten, hoor. Hij hoopt dat hij de heine loopt, hè. Ik ga je vertellen, dat gaat niet gebeuren. Ik loop nu even naar de jury. Ja, nee. Nou, we gaan lekker de baan op. En, nou, lekker. Bernard, ga mee. Wereldkampioen, de beste te zijn. Niet in de twee wonderen, in de wereld.
Luister, de intro hebben we al te pakken. Dit is mevrouw Holen. Ja. De moeder van Daan Holen. En hij heeft het van zijn moeder. Maar je bent wel een beetje trots op jezelf. Ja, zeker. Ja? Ja. Loop je nog net zo hard? Loop je nog net zo hard? Ik heb het van jou geleerd, hè? Nee, joh. Luister, we hadden de eentje in de ploeg, die was zo ongelooflijk fanatiek. Luister nou, deze mevrouw. Dit was de drijfveer achter de ploeg. Laat lekker man. Nou. En we hadden nog goede hotels. We gingen zo weg. Lekker man. Ja, mooi. Ja. Oh, oh. Nou ja. We gaan eventjes naar de hoofdsponsor. Want als ik daar niet kom, dan scheelt weer een roodje in de week. Dus we gaan even daar naartoe. Hop, hop. Nee. Luister goed. Ik ben het mannetje van de brommer. Nou, dat vind ik zo mooi. Ja, hè? Dat vind ik heel leuk. Luister goed. Hier heb ik mijn supportersgroep. Even de dames erbij. Dames, eventjes. Ja. Oeh. Heb je naar die... Dat is lekker, zeg. Dat is... Hey, hoe voel je het? Ja, ik vond het helemaal leuk. Volg je het wielrennen wel eens? Nee, nooit. Maar dit ga je toch niet zitten opnemen? Ah joh, natuurlijk wel, man. Waar kom jij vandaan? Helemaal niks. Waar kom jij vandaan? Even zonder dolle. Hoezo? Ja, hoezo? Je hebt hetzelfde klassieke dialect als ik. Hey. Rotterdam. Waar? Spangen. Lekker man. Ja. Ik kwam uit Hilversbergen. Ik ben even een beetje Rotterdam-Zuid nog een beetje geweest. Ja, ook wel. Ja, lekker. Heerlijk. Maar dit is de eerste keer met het wielrennen? Ja. Ik ga liever naar het voetbal. Ja, vind ik ook leuk. Ja. Maar jij net echt op die Solex? Ja joh. Mooi. Ja, je denkt toch niet dat ik met een pakkie gewoon zo'n beetje loop? Helemaal leuk. Lekker verhaal. Helemaal leuk. Maar het lijkt net dat er heel veel aapjes aan het kijken zijn, hè? Want iedereen zit daar aan het kijken. Wordt helemaal niet goed van. Dat gaat hard, hè? Ja, maar wat is dit allemaal? Ik word helemaal niet. Nee. Maar ik word helemaal zin in de achterstand. Hey, morgen. Nee, je zit morgen in die vlog. Nee. Jij kan morgen niet buiten lopen. Nee. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb 6. Ik denk dat ik gewoon 6 volgers heb. Luister nou, ik kan niet buiten komen. 6 volgers? Beter. Nee, maar leuk man. We zijn bijna de laatste. Oh nee, kijk, zie je. Directeur is er ook nog. Hoi. Tot morgen. Tot morgen. We hebben de sleutel gekregen. De sleutel. Ja. We hebben hier nog... Dit is een interviewtje wat aan de gang is. Dus we gaan er even stiekem even bij staan. Ik heb het eigenlijk gewoon direct op absolute topsnelheid. Danny is komen voor bergraad en nog aanpikken. En het tempo is direct. Hallo. Hij heeft het nou over de Danny. Ja. Die Belg die redden het gewoon niet. Klaar. Super lastig. Hij was niet snel genoeg. Guido, gaan we morgen weer fietsen? Nee, morgen niet fietsen. Nee, hè? Jij moet morgen naar het Harry. Oei. Normaal kost dit 5000 euro. We pakken hem even bij. Ben je aan het vloggen, man? Harry, hop. Kost even niks. Even genieten zo. Gewoon 5 seconden even stilstaan. 5 seconden. Niks aan de hand. Moet even lachen. En geen lekker heb ik. Ja, ging dus even mooi. De groet. Ik heb 6 volgers. Niks aan de hand. Hallo. Ik zie je, jongen. Dankjewel, vriend. Dus we hebben weer een klein beetje... Nou, Harry vragen ze allemaal niet zo gek veel. Hij maakt er een shirt meer aan. Lekker zeg. Ja, oké. Okay, vragen van de fotootje. Het was weer een lekkere dag. En op naar dag 3. Dag 3 morgen alweer. Het was vandaag weer geen overwinning. Dus ben benieuwd of ze me morgen nog herkennen hier. Moeten weer de bloemen gekopen. Jongen. Ja, het zal niet meevallen als jou morgen. En die bouwlijn die wint gewoon weer. Ja, weer die bouwlijn. Nou, ik snap niet wat er... Voor Prins Bernhard. Nou, dat vindt hij mooi hoor. Ja. Hij zegt tegen iedereen dat hij nou Bernhard heet. Ja, hij gaat het zelf geloven nou. Maar die Belgen staan weer in het geel joh. Niet te geloven man. Ja, dat is Vincent 2 hè. Ja. Dat is echt wel jammer dat hij... Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze eerste zou worden. Ja, maar de won natuurlijk een sprint en Vincent won ook. Ja, maar je weet het nooit. Nee, je weet het de niet. De prijzen worden verdeeld. Wanneer? Niet na de tweede dag. Nee, na de derde dag. Hey, Hestes. Wat is nou met die Danny? Luister. Ik ga even tussendoor. Moet even tussendoor. Luister goed. Maar ik heb er geen tijd, jongens. Ik heb wel een druk. Luister. Toe. Jij zat achter de Danny, maar dat ging helemaal verkeerd. Ja, was gevaarlijk, jongen. Man. Was gevaarlijk. Wees nou gewoon eerlijk. Het ging niet. Het liep niet. Nee, de benen liepen vol. Nou, die is heel erg. Zet hem in de vele wind, hè. Ja. Ik zat op je te wachten. Ik zat op je te wachten. Ik denk, gaat die Belg omhoog rijden? Ik zeg die droeftoeter, man. Hey jongens, tot morgen. Tot morgen, pik. Weer het geel. Jongen. Ik word gek. Luister goed, vriend. Je hebt je best gedaan. Klasse. Oké, jongens, we gaan douchen. We gaan de derde dag pakken. Hey jongens, ik zit al een uur op te wachten. Hey, godverdie.
Ja, we zijn Chris helemaal vergeten. Chris die heeft de kaart natuurlijk van de kleedkamer. En ja, we moesten natuurlijk nog even wat vloggen. Chris, sorry jongen. Ja? Laat maar wachten met je sleutelen. Ja, excuus. Zal ik die, hoe doen we dat met die sleutel? Moet ik die zelf meenemen? Die moet je bij de portier afgeven. Die geven bij de portier even. Moet ik het even afgeven dan voor je? Ja, die geven wij even af. Chris wil, Chris wil dat is lekker zeg. Ik heb de mechanieker is boos op me. Nou ben ik te lul. Nou, ik ga het morgen mijn benzine maar even nakijken. Het zand in de tank. Komt goed. Oké, okay. Doei doei tot morgen jongens. Was weer een topdag. Doei doei. Hoi hoi. Sparta. Ja. Ja, oké. Wat is dan betrokken bij Sparta? Ja, de maatschappelijke afdeling van Sparta. Oké. Okay. En van SC Den Bosch. Die hebben ook die hebben de foundation. Is ook zo'n maatschappelijke afdeling. Oké. Okay. Lekker, nou dan doe jij die twee. Ga ik. Ik naar de Weids, of zit hij er nog niet? Ja, de Weids zit er vanavond. Ja, ja. Ja, ik heb al. Kijk. Doe jij lekker Den Bosch? Kijk, ik heb vast even een boekje gehaald. Hoef ik niet zo ver. Nee, kijk dan, ik heb even een boekje gehaald. Ik heb even een boekje gehaald van de Weids. Ja. Kijk dan. Ja. Guido, die ook voor ons fietsgroepje. Misschien leuk om eens een keer zaterdagavond naartoe te gaan. Hier, kijk eens. Nee, zaterdagavond zijn ze dicht. Oh. Het is van, ik heb even gekeken, ze zijn van maandag tot en met vrijdag open. Nou, als jij nou deze week je best even doet, dan kunnen ze gewoon die zaak open houden. Ja, ja. Ja. Vind ik ook.